En die stad die groeit maar. Het zijn de trotse Rotterdamse verhalen. Van vissersdorp tot wereldhaven. Van wederopbouw tot Manhattan aan de Maas. Van prachtig mensenwerk. Meneer, wat denkt u wat er op nummer 1 staat? Ja. Ik ben een fan van oude gebouwen. Ik zou dus haast zeggen de Pilgrimvaderskerk, maar dat is een illusie natuurlijk. Wat mist u nog? Montevideo. Montevideo, dat hele hoge gebouw op de kop van Zuid. Op de eerste plaats staat de Mevlana-moskee. De Mevlana-moskee, het meest exotische gebouw van Rotterdam. Het opvallende en kleurrijke bouwwerk in Delfshaven werd in 2006 tot ieders verrassing uitgeroepen tot het mooiste gebouw van de stad. In een tijd waarin de islam hevig onder vuur lag en de discussie in deze stad over de hoogte van de minaretten op hoge toon gevoerd werd, kozen de Rotterdammers uitgerekend voor dit gebouw, een moskee. Vandaag bekijk ik de Mevlana Moskee, een islamitisch gebedshuis uitgevoerd in traditioneel Ottomaanse stijl in het Rotterdamse Veen. Ik krijg een rondleiding van Ali Unal, Rotterdammer in hart en nieren. Goedendag, welkom. Maar ook een moslim van Turkse afkomst en vaste bezoeker van deze moskee. Alleen als ik aan dit gebouw zit, dan voel ik me gewoon thuis. Dan laat hij zien dat er ook iets van mij hier in Rotterdam als Rotterdammer aanwezig is. En dat doet mij, maar ook heel veel andere mensen heel goed. Dus het is iets van ons allemaal waar we trots kunnen zijn. En ik praat met Bert Toorman, de Nederlandse architect die met de Mevlana de eerste echte moskee van Rotterdam ontwierp. Nou, jouw schepping, hè? Ja, hij staat er. Ja. Voldoet aan laten we zeggen, de verwachtingen die er destijds waren. Ik word er ook blij van als ik zie hoe het nu functioneert in de stad. Dat heeft zijn plek gekregen. Dat ik dat heb mogen doen, dat beschouwen ze voorrecht nog steeds. 2006, 5 jaar na de opening. Het Rotterdamse gemeentebestuur had net strengere regels voor nieuwe moskeeën opgesteld en nieuwbouw werd sowieso verboden. En juist op dat moment verkozen de Rotterdammers deze moskee tot het mooiste gebouw van de stad. Dat was inderdaad een verrassing, maar ook een soort toch een cadeautje. Maar in de tijd ook juist dat er heel veel discussies zijn, dat er zoiets naar voren wordt gebracht, dat is mooi en dat is ook echt Rotterdams, vind ik. Dat is prachtig. Ja, dat was wel een bevestiging van het feit dat het gebouw zijn plek in de stad heeft en dat daar ook waardering voor is. En vooral in de breedte bij de bevolking. Dat vond ik heerlijk om te horen. En zo koos het Rotterdamse publiek niet voor christelijke gotiek van de Laurenskerk of een internationaal vermaard voetbalstadion. Ook niet voor een wederopbouwmonument of één van de hoogbouwiconen van de stad. Maar dat maakte het opvallend en verrassend tegelijk. We kozen voor een symbool van nieuwkomers en voor invloeden van buitenaf en voor traditionele Ottomaanse architectuur. Want de Mevlana Moskee is gebouwd in opdracht van de Turkse gemeenschap van Rotterdam. En die wilden een Turkse moskee. Wij willen eigenlijk een beetje dat prachtige mooie Turkse moskee in Istanbul, dat willen we voor een deel hier hebben. Want wij praten erover toe van de Istanbul, juist aan de Bosporus, die mooie moskeeën. Dat beeld moeten we ook een beetje geven. Dus dat het ook een, voor ons een trots gebouw moet zijn, waar we met z'n allen achter kunnen staan van dat is nou onze moskee van iedereen hier in Rotterdam. Ja.
En die bekende moskeeën van Istanbul hebben we te danken aan de grote 16e-eeuwse bouwmeester Mimar Sinan. Ook wel de Michelangelo van het Oosten genoemd. Hij werkte als hoofdarchitect voor de Ottomaanse sultans. Zijn bekendste bouwwerk is de enorme Soleimani-moskee die al eeuwen boven de Turkse hoofdstad uitsteekt. De ideeën van Sinan zijn in vrijwel alle Turkse moskeeën vanaf zijn tijd terug te zien, zoals ook in de beroemde Blauwe Moskee in Istanbul. In plaats van een moskee aan de Bosporus, één aan de Maas dus. Of aan de Schie in dit geval. Dat was het idee. Nou, de Turkse moskee zie je direct eigenlijk aan de minaretten. Want rond, met een punt eraan, dan, dit type moskee zie je in Turkije. Voor 90%, 80% zie je dus Turks. Bijvoorbeeld als je naar Arabische landen gaat, dan heb je vierkante minaretten. Maar en de koepel zoals wij ze neerzetten, is ook een beetje Turks. Maar wie vraag je voor zo'n opdracht? Architect Bert Thorman had al een beetje ervaring. In Schiedam had hij eerder een bestaand gebouw omgetoverd tot islamitisch gebedshuis. Samen met een Turkse collega. Bert Thorman met zijn collega, die medewerker Turkse Komaf, die deed eigenlijk de beste voorstel en voornaam waar het om ging. Bert Thorman die begreep het bestuur, wat zij wilden precies. En dus ging Bert Thorman aan de slag met een Turks ontwerp. Hij deed uitgebreid onderzoek en maakte een studiereis naar Turkije. De gekozen opzet die we hier hebben voor zeg maar, de minaretten en de koepels, ook de manier waarop de koepel is gemaakt, dat kun je een klassieke opbouw noemen. Die basiselementen die hebben we hier ook gehanteerd. Maar het verwerken daarvan in de Rotterdamse situatie, deze omgeving hier, daar zitten natuurlijk ook dingen aan die de moskee juist echt een Rotterdamse moskee maken. En waardoor die afwijkt van de echte traditionele Turkse moskee. Het kenmerk van de Turkse minaretten is dat ze zo slank mogelijk zijn met een hele spitse punt. En er zit een verhouding tussen de hoogte van de minaretten en het punt waar het ornament op de koepel zit. Als je een kruis zou trekken tussen de top van de minaret en de voeten, dan op het kruispunt van die diagonale, dat is de plek waar het ornament thuis hoort. Ja, het is eigenlijk pure wiskunde. Een eeuwenlange, strikte Ottomaanse bouwtraditie bepaalde dus direct de aanblik van deze moskee. En daarmee ook herkenbaar als Turks gebedshuis. Maar juist die Ottomaanse bouwtraditie zorgde tijdens de constructie voor problemen. Zo moest de koepel, wegens regelgeving, toch op niet-Oosterse wijze, namelijk in prefab beton, worden uitgevoerd. En de bouw lag zelfs even stil, omdat ook het ornament niet aan de Nederlandse regels voldeed. Ook dat ornament heeft toch een aardige maat. Daar moet gecontroleerd worden of hij de windbelasting in Nederland aan kan. Om dat mogelijk te maken heeft hij een grote bodemplaat nodig en een massief stalen staaf waar de bollen op bevestigd zijn. En laten we zeggen, dat hadden we een klein beetje onderschat. Het is wel de moeite waard als je hier zo boven staat. Ja, die minaretten die moeten slank blijven. Dus een heel smal trappetje en een smalle omloop. Maar wel een uitzicht wat uniek is. Ja, zo prachtig op je koepel. Ik mag toch wel zeggen, jouw precies. Koepel. Hij is niet alleen voor mij, maar ik ben er wel trots op. En het is ook prachtig om nu hier vandaan te zien. En hier kun je ook heel goed die opbouw zien. Koepel, de ring met de ramen, daaronder de achterhoek. En als basis het vierkant met uiteindelijk die vier kolommen in de gebedsruimte. Dat is de opbouw van het klassieke deel van de Mevlana moskee. Ja, want de Mevlana is niet compleet Ottomaans. Er zijn ook typisch Nederlandse en eigen kenmerken te zien. Zo vormt de voet van de minaret een driehoek. Nou, dat is iets wat je in Turkije nooit zult zien. En het kleurige mozaïek is een knipoog naar Delfts blauw
En het roodbruin verwijst naar de kleur van de omliggende gebouwen van de buurt. Een buurt die trouwens opvallend makkelijk deed over de komst van zo'n in het oog springende moskee. Er was nauwelijks verzet. Ja, nou, er waren enkele, ik zag geen aantal, maar 2 of 3 mensen die inderdaad een brief hadden geschreven naar de deelgemeente van wij willen hier geen moskee, want de waarde van onze huizen gaan zakken en er zal overlast komen. Maar dat hebben we overwonnen en we hebben goed overleg gevoerd. Er zijn ook bijeenkomsten geweest om mensen te informeren. En niet dat ik echt zeg van er is hier iets gebeurd dat mensen echt voor een taart tegen waren. Dat is niet het geval geweest. Toch waren er voor de opening op 8 oktober 2001 wel extra veiligheidsmaatregelen genomen. Maar dat had te maken met 9/11. Slechts een maand eerder dat jaar. Toch hield dat niemand tegen. Zelden werd een Rotterdams gebouw de laatste jaren onder zoveel belangstelling geopend. Ja! Oké, daarvoor. En dan nu ook maar eens naar binnen. Want ook het interieur is natuurlijk de moeite waard. Dat is een wasruimte. Ja. Voordat er gebedsdiensten plaatsvinden, kunnen mensen hier naar de toilet. En dan kunnen de mensen hier ook zich reinigen, want het is verplicht om voor de gebedsdienst hier te reinigen. Je handen tot je ellebogen, gezichten en je voeten te wassen. En dan ben je rein. Dan kun je tot de gebedsdienst terecht. De moskee is uiteraard in de eerste plaats een gebedshuis. Maar vaak, en in dit geval ook, een multifunctionele ontmoetingsplek. Dit is een ouderenlokaal waar mensen hier gewoon komen dagelijks. Ze gaan met elkaar in discussie over dagelijkse zaken. Ze praten met elkaar, ze ontmoeten elkaar. En dat maakt juist een mooie discussie hier. En hier wordt Turkse thee en Nederlands koffie gedronken. Dat zijn 2 broers en zussen van elkaar. Die met elkaar in overleg zijn bij dingen. Maar er zijn nog veel meer ruimtes. Je staat verbaasd over de grootte van het complex. Er is een computerlokaal voor jongeren, een vergaderzaal. Maar ook voor amusement is gezorgd. Dan een van de belangrijkste ruimtes. Mooie pooltafels, hè? Ja. Ja, of ze kunnen spelen, dat weet ik nog. Want deze meneer die kan weinig. Maar... Niet iedereen kan zomaar terecht, dat is echt voor leden die hier gebruik kunnen maken. Dat zijn kleine ook inkomsten voor de moskee gewoon. Vandaar dat iedereen het haar van al die mensen die ik hier natuurlijk zo netjes zit, maar dat komt natuurlijk een eigen kapper. Ja, nee, dat begrijp ik nu. Inderdaad. En dan is het tijd voor de belangrijkste ruimte van de moskee. En dan pakken we de schoen. En dat is heel bijzonder, die is boven, op de eerste verdieping. Nou Paul, dan gaan wij onze schoenen netjes hier opbergen. Ja, het is inderdaad indrukwekkend. Zeker die blauwe koepel. Het gaat misschien wat ver om het mystiek te noemen. Maar ik kan me voorstellen dat je hier als gelovige het goddelijke ervaart. Het is voor mij alweer enige tijd geleden, maar het doet me toch wel heel erg sterk denken, ik overdrijf wellicht, aan de blauwe moskee aan de Bosporus in Istanbul. Prachtig, hè? Al die details, die mozaïektegels hier op het spreekgestoelte. Maar dat zie je ook terug, de gebedsnis richting Mekka. En natuurlijk allemaal beschilderingen hier. Want Allah en de profeet mogen niet letterlijk worden afgebeeld. Vandaar al die kalligrafieën. En in het bijzonder, kijk die rij hierboven. 99 verschillende benamingen voor Allah, God. En wat dacht je van die decoraties in de koepel? Wat een werk is dat geweest. Het was
buitengewoon indrukwekkend om te zien hoe de kunstenaars, laten we zeggen, eerst met hele kleine puntjes de verdeling van de schablonen, zeg maar, de kunstelementen over de ring hebben aangegeven. En vanuit het midden telkens die decoraties naar toe hebben aangebracht. Liggend op de rug, bovenin de koepel. Nu wordt het gebed voorgeleid. Kijk, nu zegt hij, Allah Akbar, met zijn hand verwerpt hij alles wat werelds heeft naar achteren. En is men tot God gericht. Kijk, alleen voor u buig ik. Voor niemand anders. O God, u bent groot. Ik kniel. En ik zet een voorhoofd op de grond alleen voor u. Niemand anders. Dat is de betekenis. Nou, Paulus, we gaan naar boven. Boven hebben we de ruimte voor de vrouwen. Vroeger bij het bestaande gebouw wat we hadden, hadden we achter een ruimte voor vrouwen. Die zat achter. Toen was er discussie in Nederland. Die moslims die hebben de vrouwen altijd achter zich. Dat heeft niks met vrouwen achter zich te maken. Dat is gewoon vanuit de bewegingen die wij in onze gebedsdienst hebben. Want je bent in verbinding met God. En dan zou je een vrouw naast je of voor je hebben. Met de ritme, de beweging die we maken, is niet gepast. Vandaar dat we altijd zeggen, de vrouwen zijn bij ons als moslim verheven op ons hoofd. Dus wij zorgen altijd in Turkije bijvoorbeeld, maar ook in andere landen, altijd dat er boven een ruimte is waar de vrouwen terecht kunnen. Dat is ook de eigendom van de vrouwen. En daar mag je ook als man gewoon niet komen, gewoon in principe. Vrijdagmiddag is het hier op zijn drukst en de Mevlana moskee op zijn mooist. Een bijzonder beeld. En dat gewoon bij ons om de hoek. Dat roept dan ook de vraag op of de moskee niet veel meer zou moeten worden opengesteld voor anderen. Niet-moslims of mensen zonder Turks achtergrond. Of moeten deze mensen juist zelf meer interesse tonen en gewoon eens binnenlopen? De deur staat hier namelijk bijna altijd open, heb ik inmiddels gemerkt. Dit is een gebouw wat open staat voor iedereen. Het is niet van iemand. Wij noemen dat het godshuis voor iedereen toegankelijk. En iedereen is er van harte welkom. En zo moeten we ook met elkaar omgaan. En dan is het niet van, maar hun nodigen niet uit of wij komen niet. Als hun niet uitnodigen, gaat u er maar heen. Als u niet heen komt, laat zij het maar uitnodigen. Dus we moeten niet van elkaar blijven afwachtend zijn. Nee, we moeten stap nemen. Kom kijken wat hier gebeurt. Er gebeurt niks geks. Het is juist een meerwaarde voor onze stad. De Mevlana moskee. Het is hier op vrijdagmiddag veel drukker dan gemiddeld op zondag in de meeste kerken in de stad. Dit gebedshuis staat symbool voor hoe Rotterdam in cultureel opzicht is veranderd en is dus belangrijk voor alle Rotterdammers. Mevlana staat voor het nieuwe Rotterdam, zoals de Laurenskerk dat ooit was voor de stad Rotterdam in de middeleeuwen. Vanaf volgende week nieuwe afleveringen met nieuwe gebouwen. Met de Kubuswoningen, de brug van Unilever, maar we beginnen met de Kuip.